gaan kijken naar de hoogtepunten van de doorkomsten. Dit jaar? Ja, zoals bijna elk jaar, overweldigend. Toch een mooie doorkomst door ons mooie Almelo heen. Weliswaar minder teams, maar desalniettemin toch een heel mooi feest wat we hebben kunnen opbouwen om alle teams aan te bieden. En is het nou op een gegeven moment dat je denkt, want het is natuurlijk niet de eerste keer dat we door Almelo heen gaan. Nee. Is het nou op een gegeven moment dat je denkt, nou, we hebben gewoon een draaiboek klaar liggen, komt allemaal goed? Ja, dat gevaar, dat sluipt erin, maar daar waken we voor. Want ze komen ondertussen voor de 10e keer door Almelo heen. Dus ondertussen ligt ons draaiboek wel klaar. Maar wordt elk jaar uitgebreider en weer bijgeschaafd. Dus we zetten de puntjes elk jaar weer op de i. En wat was er dit jaar allemaal te doen in Almelo? Ja, de route door Almelo die gaat voor 30 kilometer door de gemeente Almelo heen. Dus we hadden op 12 verschillende plekken een activiteit voor alle teams. En je probeert dan en de activiteiten van de afgelopen jaren mee te nemen en elk jaar toch weer iets nieuws te bieden. Dus dat is zoals elk jaar weer de uitdaging. Ja. En kijk je met succes terug? Ja, absoluut. Ja, zeker. We hadden natuurlijk ook prachtig weer. Dat was ook een voordeel vergeleken met vorig jaar. Maar de doorkomst was weer één groot feest. Absoluut. Applaus, dat mag best hoor. Dat mag best. Ja, Philip, ben je eigenlijk het hele jaar al bezig met de voorbereidingen van zo'n doorkomst? Of wanneer begint het? Ja, met de doorkomst beginnen we straks 1 september beginnen we met de doorkomst. Dan halen we ons draaiboek weer tevoorschijn. We zijn met 8 coördinatoren die het feest eigenlijk een beetje coördineren en opzetten. En daaronder zitten 70, 80 vrijwilligers. Maar als coördinatoren beginnen we in september met de voorbereiding. Ja. En de winnaar is, en die mag 22.000 euro besteden aan een goed doel, aansluitend bij de Roperen activiteiten. En dat is geworden Almelo. Nou, zeg maar, wat vind je ervan? Ja. Apetrots. Geweldig. Echt geweldig. Smaakt het dan ook gelijk naar meer? Ja, maar dat doet de prijs niet aan af. Dat smaakt sowieso naar meer. Absoluut. En we komen nu voor 10e jaar door Almelo heen. 10 jaar is er een route door Nederland en 10 jaar door Almelo. En met dit geld gaan wij door de 3 ton heen aan prijzengeld. Wat wij in de afgelopen 10 jaar hebben binnengehaald. Dus dat is wel heel geweldig voor onze regio om ook weer het geld naar ons toe te halen voor de goede doelen. In your arms I feel safe. In your arms. Het moment is daar namelijk. Wim, wat gaan we doen? Dus aan jullie de eer om de handen in ieder geval boven de knop te houden. Nu, ja. En ik denk dat we even met z'n allen af moeten tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! En dat is het bedrag.